Wat was het voor een wedstrijd? Ja, we begonnen best wel moeilijk altijd. 2 minuten hadden we lastig, kwamen we 1 naar voren gelukkig. En toen de tweede helft hadden we 2-3 moeten maken, denk ik. En dan de tweede helft ging beter en dan winnen we de wedstrijd 4-0. Heerlijk pot toch? Wat is het toch? Ja, wat is het toch? Ja, kansloos. Ja, het is echt kansloos. Hè? Het is, en de paar kansen die er zijn, die worden goed, echt niet... Op het moment dat je 1-0 achter komt, zie je het al een beetje aankomen. Moet ik zeggen, toen hadden we een redelijke fase. Krijgen we een goede kans op 1-1. Maar goed, dat gaat er dan niet in. En daarna is het... Nee. Als we een beetje alle kans gemaakt hadden, hadden we wel 5-6-0. Misschien 6-1. Als het afstreept, maar uiteindelijk was het een goed pad. Ze blijven onderin hangen en zolang je daar onderin staat, ja, dan wordt het toch lastig voetballen. En, nou goed, afwachten. Volgende week weer nieuwe kansen. Dus we zullen zien. Deze wedstrijd gaan we vergeten? Ja, vergeten. We moeten vooruit, wat ik net al zei. En zondag is weer een nieuwe kans. Moet tegen Siewalds, niet de makkelijkste natuurlijk. Maar ook daar liggen we kansen. Aansluiting met boven? Ja, heerlijk toch. We gaan naar boven kijken. Meer nieuws uit eigen regio? Download onze gratis app maasduinencentraal.nl.